Vandaag zijn we terug in de keuken van de Surinaamse bank, de DSB, waar voornamelijk op de bouw- en woonbeurs zij aantrekkelijke leningen hebben. En naast mij staat Priscilla, die ons vandaag natuurlijk veel meer zal vertellen. Dag Priscilla, hoe gaat het? Het gaat goed hoor, met jou? Ik mag niet klagen. Priscilla, vandaag is dag 4. Hoe is de afgelopen 3 dagen toch geweest voor jullie? Wel, het was super, super druk. Ik zou zeggen, de klanten hebben nog de gelegenheid om nog in 2 dagen hun leningen bij de beurs aan te vragen. Onze actie-PL-leningen zijn tot vrijdag. U kunt het opvragen op onze filialen en ook op de beurs. Tot 100.000. Dus ik zou zeggen, maak er werk van. Niet te vergeten onze hypotheken. We hebben actie op onze hypotheken voor 11,5% per jaar over het saldo. Laten ze langskomen. Laten ze er een gebruiker van maken. Dus ja, mensen, jullie zijn welkom. Zijn er veel mensen langs geweest de afgelopen dagen voor de PL-leningen, de hypotheek? Toch veel, toch veel. Je ziet wel dat mensen in Suriname toch wel geïnteresseerd zijn van wat is mogelijk eigenlijk voor ons? Hoe kan DSB eigenlijk iets voor hun betekenen? Dus dat was wel een goed gevoel van dat we zagen van mensen zijn toch geïnteresseerd. DSB is nog eigenlijk de bank van Suriname. Ja. Priscilla, we hebben deels eerst over de PL-leningen. Dat is een bedrag tot 100.000, heel aantrekkelijk. Ja. En daarnaast natuurlijk die 11,5%, want we willen bouwen. Ja. Help je me onderweg, hoe, wat? Oké, dus stel je voor dat je in aanmerking wilt komen, zou ik zeggen van kom naar de beurs, laten we voor je berekenen hoeveel je max zou kunnen lenen. Dan gaan we u ook dan doorgeven van welke stukken je mee kan nemen. En we geven dan ook meteen onze e-mailadres, onze telefoonnummers van kom langs met de stukken, laten we het voor je in behandeling nemen. Dat. Ja, en als we praten over, ik heb misschien een huis gezien hè, of een perceel. Maar je weet, niet altijd heb je die deskundigheid. Als je toch wel in aanmerking zou komen, word ik misschien voor de gek gehouden. Het bedrag dat mij aanbiedt, begeleiden jullie me ook daarbij deels? Dus kijkt u, van, natuurlijk komt de klant met zijn offerte. We gaan niet zo ver kunnen op dat moment kunnen kijken van, is het wel een goed perceel? Ja. Natuurlijk gaan we u zeggen van, heeft u gekeken, bent u langs gegaan, wanneer tegen de regentijd en zo. En natuurlijk zeg ik ze ook altijd van, kijk, ga langs notarissen. Ga met de snoes met dat stuk en een perceel, laat de notarissen het checken. Van, laten ze u adviseren, want kijk, notarissen geven ook gratis informatie. Toch? En wat je kan weten, is meegenomen. En dus dat leg ik mijn klanten ook altijd uit van kijk, als ze zo ver zijn door de hele proces begeleid ik ze, ik adviseer ze. Natuurlijk als het op dat moment bijvoorbeeld niet lukt, gaan we altijd passen en meten van hoe kunnen we u anders wel van dienst zijn. Ja, Priscilla, de actie, de 11,5% actie is een actie natuurlijk. Hoe lang gaat dat door? Oké, deze actie is eigenlijk tot morgen. De klanten hebben de gelegenheid om tot 15 mei hun stukken in te dienen. Maar geen nood. We hebben daarna onze hypotheekkaravaan die we gaan hebben. En daar komen de klanten in aanmerking voor 13%. En die is tot begin augustus. Dat men dan het kan aanvragen. Ja, ik zal natuurlijk gebruik maken van die 11,5% toch? Dat wel. Maar die 13% verschilt ook niet veel hoor. Oké, dus in ieder geval tot augustus kunnen we uitkijken naar acties van de DSB. Zeker weten. Wij hebben ook binnenkort, niet te vergeten, wij hebben straks vanaf 18 mei onze autobeurs zelfs op onze filialen Nieuwe Haven, Quatta en Nieuwe Haven. En daar komen de klanten dan in aanmerking ook voor een actie voor de autofinanciering. Dus laten ze ook dan uitkijken van, als ik geïnteresseerd ben in een auto, kom langs, er gaan autodealers daar zijn, aanwezig zijn. Dat ze ook dan meteen kunnen kijken van, ik ben geïnteresseerd in zo'n auto. En dan kunnen we het ook meteen checken. Laten ze langskomen met hun loonstrokken, dat we op dat moment direct voor ze kunnen. Nee, we moeten dan zeker uitkijken naar die autobeurs. Ja. Dus die autobeurs is dus 18 mei. Ja. Ja. Dat kunt u naar de filialen dan. Dus tenminste, het wordt bekendgemaakt op welke filialen het zal zijn. En dan kunnen ze dat komen doen. Priscilla, hartelijk bedankt voor deze informatie vandaag. Het is vandaag dag 4. En natuurlijk als je nu kijkt naar deze beursflits, dan weet je dat er nog maar 1 dag over is om Priscilla te ontmoeten samen met het heel team van de DSB. Om in aanmerking te komen voor de PL en natuurlijk de hypotheekacties die er dus zijn vanuit de DSB.